Goedemorgen allemaal en ontzettend leuk dat jullie in zo'n grote getale aanwezig zijn bij dit webinar over Microsoft Dynamics CRM app. Ik zag al dat er veel klanten, partners, maar ook nieuwe relaties aanwezig zijn. Dus dat maakt hopelijk, net als vorige keer het webinar in september, een heel dynamisch ook qua vragen. Dus daar kijk ik erg naar uit. Mijn naam is Jacqueline Westerhoven-Meter. Ik ben bijna 2 jaar werkzaam bij Company Info als partnermanager CRM. En verantwoordelijk voor de data-integraties in CRM en ERP-systemen. Dit webinar duurt ongeveer 1 uur. Vragen kunnen in de chat gesteld worden. En die zullen we aan het eind van dit webinar verder behandelen. En ook wordt het webinar opgenomen. En dat wordt later ook naar jullie toegestuurd. Zodat jullie dat ook weer kunnen delen met jullie collega's. Richard, zou je naar de volgende slide willen gaan? Yes. Super. Wat gaan we doen vandaag? Een korte introductie over Company Info. Uiteraard ook introductie over ACI. En onze samenwerking, even de achtergrond daarvan. De modules die komen aan bod. 6 modules. Daar geven wij ook, zal Richard overal een demonstratie van geven. We komen nog even terug op de pricing die begin januari live is gegaan. De roadmap zullen we toelichten. En aan het eind zullen we dus, wat ik al eerder aangaf, de vragen behandelen die jullie in de chat hebben gezet. En de vervolgstappen ook verder bespreken. Richard die zit in de ruimte, als hij te stil zit, dan gaat soms het licht uit. Dus weet dat dat af en toe kan gebeuren. Company Info, wij zijn onderdeel van de FD Media Groep. Onderdeel ook, of in ieder geval waar ook FD Media, of waar Financieel Dagblad en BNR Nieuwsradio onder vallen. We verspreiden allemaal up-to-date bedrijfsinformatie aan de zakelijke professional. We zijn de meest uitgebreide, rijke, complete database van Nederland, België en Duitsland. We zijn marktleider op het gebied van data-integraties. Wat in dit geval ook inhoudt dat we voor APIs, maar ook dus de vaste plugins, daar veel, zowel met de software vendors rechtstreeks als met partners zoals ACI, koppelingen hebben. We zijn echt de datatech-speler, wat inhoudt dat we innovatief zijn op het gebied van data intelligence. En door middel van onder andere machine learning meer informatie of extra informatie toevoegen aan het bedrijfsprofiel, waardoor deze meer dan verrijkt wordt. We richten ons op de marketing en sales en risk en compliance. Zoals jullie weten hebben wij deze CRM-app natuurlijk ook voor marketing en sales, maar ook een KYC-app met een andere Dynamics-partner. Waarbij we ook op dat vlak de compliance officer kunnen ondersteunen met onze data in Dynamics. Mocht je daar meer over informatie over willen weten, dan kan je bij me terecht. Onze data is toegankelijk in meerdere systemen, of in dit geval een algemene database. Afgesloten database moet ik zeggen, Company Info Online. Daarnaast hebben wij de API's die zelf aangesloten kunnen worden, mocht je technisch zijn, dan wel. In API's, die dus, of in de plugins moet ik zeggen, waarbij API's gebundeld zijn en kant-en-klaar op de plank liggen. Wij schonen ook data op. Dus op het moment dat je mogelijk zegt van ik wil mijn data, ik ga over naar een nieuw systeem en ik wil mijn data opschonen. Maar ook als je wat langer al met je CRM of ERP werkt en er is een opschoning nodig, dan kan dat ook bij ons. Om in dit geval misschien wel een nulmeting te creëren. We zijn inmiddels met 90 mensen en wij richten ons in dit geval voornamelijk in de branches de finance, verzekeraars, de recruiting, accountants, advocaten, de telco's en de automotives. Yes? Ja. Mooi. Nou, dankjewel Jacqueline. Even een korte introductie van ACI en mijzelf. ACI bestaat ongeveer 25 jaar. We zijn op dit moment gespecialiseerd in Dynamics CRM. En zoals de meeste partners ook zullen zijn die in de call zitten. Groot verschil is dat we ons heel erg richten op standaard CRM. En met name in het MKB. Dus zeker niet de grote bedrijven. Meer de kleine bedrijven en de middelbedrijven. Nou, wij hebben die samenwerking met de Company Info voorheen webservices al ruim 10 jaar. En daar zijn iedere keer weer modules op doorontwikkeld.
Jacqueline, volgens mij heb jij het nog niet benoemd. Maar volgens mij zitten we nou op rond de 200 klanten daarin. Een flink aantal mensen in de call heb ik wel ooit eens ontmoet. Helaas zijn we natuurlijk de afgelopen jaren niet meer naar Microsoft-conferenties kunnen gaan. En je ziet ook nog best een beetje een wilde foto aan de rechterkant. Toen we nog naar verre landen konden op vakantie. Maar ook die tijd gaat er wel weer komen. Mooi. Geef ik jou eventjes weer het woord, Jacqueline. Ja, wat Richard al aangaf, we hebben ruim 10 jaar, ik denk inmiddels al wel 15 jaar trouwens, de samenwerking. Ruim 150, we ronden hem af naar boven, 200 Microsoft Dynamics gebruikers van de app. Er zijn ook al een hele hoop overgestapt naar de laatste versie, dat is de betaalde versie. Die is overigens aan te vragen ook via onze website weer. We samenwerken met ruim 25 andere Microsoft Dynamics partners, waarvan er ook een hele hoop in dit webinar aanwezig zijn. Er is wel mogelijkheden omtrent de app, komen binnenkort jullie kant op, ook om de samenwerking nog intenser te maken met elkaar. En de Company Info, deze app is Company Info branded, wat inhoudt dat Richard echt voor technisch verantwoordelijk is voor ACI in dit geval, en de app ook verder dus bouwt en ondersteunt. En wij als Company Info doen de sales en het marketinggedeelte. Yes. Goed. Helemaal niet. Ja, even samenvattend. Het is ook wel op de site van Company Info te zien. Feitelijk hebben we het over zes modules. Enerzijds de bedrijvencheck. En moet ik ook bij zeggen dat die op dit moment het meest gebruikt wordt. Het is eigenlijk gewoon heel makkelijk een bedrijf invoeren in CRM. Met de nodige gegevens die je daarbij krijgt, kamer, verkoophandelnummer, de adressen, branches, tot aan btw-nummer toe. Dat is enerzijds gewoon echt voor de data invoer. Nou, een module daarbovenop is feitelijk de address validator. We krijgen op zich niet alle adresgegevens mee. Dus je kunt ook nog het adres valideren van een relatie naar de provincie bijvoorbeeld. Of voor buitenlandse relaties. Want de KVK die werkt natuurlijk alleen maar voor Nederlandse bedrijven. Dus de adresvalidator die is heel specifiek gericht op het valideren van adressen. Zowel nationaal als internationaal. Dat moest ik Ja, ook die wil ik direct meteen even zeggen. rechtzetten. Want Rob, als je meekijkt, dit is dus ook internationaal. Ja, Nou ik zal daar zo ja. direct eventjes kort iets van laten zien ook. Nou, feitelijk een nieuwe module waar natuurlijk al een aantal bedrijven op heeft zitten wachten. Die we ook vorige keer hebben gepresenteerd als zijnde staat op de roadmap. Die is inmiddels gelanceerd. En die zie je eigenlijk rechtsonder. En dat is eigenlijk de update service. Want het is op zich wel aardig als jij gewoon 1000 relaties bijvoorbeeld middels de bedrijfscheck hebt ingevoerd. Maar de update service gaat er ook voor zorgen dat die relatiegegevens up-to-date blijven. Dus je krijgt gewoon proactief alle wijzigingen van de relaties die jij in de update service hebt staan. Nou, daar gaan we zo dadelijk ook wel in de presentatie of in de demonstratie uitgebreid op in. Nou, vervolgens is het op een ja, met een enkele klik is het heel erg makkelijk om een uittreksel van een bedrijf op te halen in PDF-formaat. Dat zie je veel bij accountantskantoren in gebruik, omdat die altijd toch gewoon een PDF-formaat willen hebben. Nou, daar gaat het licht weer even uit. Moet wat meer bewegen. Ga ik zo dadelijk ook laten zien. Dus ik ben eigenlijk kriskras door die modules heen aan te gaan. Dan hebben we feitelijk een andere module die we vorige keer ook een eerste versie hebben gelanceerd. Onlangs ook een tweede deel daarvan hebben gelanceerd. Dat is de credit check. Dus eigenlijk gewoon geïntegreerd in CRM direct de kredietinformatie van het betreffende bedrijf. Kunnen opvragen voor een stuk of 10 landen, waarbij we sinds kort ook direct een PDF-file daarvan kunnen ophalen. Ik ga dat laten zien ook weer in de demonstratie.
En dan de laatste die wat meer met marketing te maken heeft, dat is de lead generator. En veel bedrijven deden dat in het verleden. Hè. Die kochten een Excel-bestand in bij de Kamer van Koophandel. En ja, die gingen die importeren. En dat was nog altijd lastig, moeilijk om de mapping te hebben van het aantal medewerkers naar de picklist met bijvoorbeeld van 20 tot 30 medewerkers. Of de relaties zaten er al in. Nou, die lead generator is gewoon volledig geïntegreerd in CRM. En ik ga dat ook laten zien hoe je middels de KVK-boom met SBI-codes direct een flink aantal relaties kunt inlezen in CRM. En daarbij ook gelijk een doublure-check kunt laten uitvoeren. Goed. Mijn Jacqueline, is vast dat compleet. Dan ga ik ook nu over naar de demonstratie. Ja, dat lijkt me goed. We gaan het even als volgt doen. We gaan een demo geven, dus per onderdeel. Heb je een vraag over het onderdeel wat gedemonstreerd wordt, zet het even in de chat. Dan gaan we ook rechtstreeks die vragen beantwoorden over dat onderdeel. Zijn er geen vragen meer? Of dan gaan we door naar het volgende onderdeel, om dat zo even een beetje georganiseerd over te komen, zodat het niet verwarrend is voor jullie aan de andere kant. Oké. Nou, ik ga beginnen met de module handelsregister. Dus om een nieuwe account toe te voegen. De meesten die vullen dat op dit moment gewoon ja, met het handje in op basis van bijvoorbeeld een website of een visitekaartje en verrijken met aanvullende gegevens. Nou, binnen deze module kan ik gewoon een nieuwe relatie kan ik gaan opzoeken in het handelsregister. En ik ga hier eens de FD media opzoeken. Dan zul je ook zien dat ik er een hele hoop krijg, hè, die beginnen met of FD Media in zich hebben. Maar ik wil in deze de FD Media groep hebben. Hè, dat is de groep waar Company Info onder valt. Nou, als ik die aanklik, zie je feitelijk ook gelijk gerubriceerd een aantal gegevens van dat bedrijf. Het is feitelijk alle bedrijfsgegevens zie je hier zo staan. Alle activiteiten, hè, onderverdeeld in de SBI-codes van de KVK, maar ook de SBI-codes van Company Info. Hè, die zijn over het algemeen wat beter, actueler. Die verrijken ze ook middels een stuk machine learning, hè, op basis van bijvoorbeeld websitegegevens. Verrijken ze die. En ja, nogmaals, komen daar gewoon betere SBI-codes uit om daar ook weer een stuk marketing op uit te voeren. Nou, personeelsleden, uiteraard de adresbestanden, een aantal indicaties over bijvoorbeeld faillissement of mailing. Nou, de start ook van de activiteiten. Dus wanneer is dat bedrijf gestart? En wanneer zijn er wijzigingen gekomen? En feitelijk ook indien aanwezig. Zie je hier ook de omzetgegevens van bijvoorbeeld de FD Media Groep in het jaar 2020, waarbij op zich toch ondanks het coronajaar een hele nette winst is geweest. Ook gelijk het BTW-nummer. Hier ga ik zo dadelijk nog verder op terugkomen, maar je ziet hier ook iets nieuws toevoegen aan de update-lijst. Nou, als ik hem nou toevoeg aan CRM en opsla, dan zie je ook, en zo heb ik dan CRM ingericht. De belangrijkste gegevens heb ik op de accountkaart gezet. Dus ik heb dat even gerubriceerd op het financiële tabblad. Dus daar had ik eigenlijk ook nog netjes die omzetgegevens op kunnen zetten. Ik heb een stukje marketinggegevens heb ik hier neergezet. Met het aantal medewerkers, de SBI-codes. Dit is de zogeheten diepe link. Ik kan daar direct ook nog op extra aanvullende gegevens komen direct bij Company Info. Dat is wel een aanvullend abonnement, maar daar kun je eigenlijk nog meer direct in alle data van Company Info gaan browsen, hè, tot aan hier de jaarrekeningen toe die je kunt opvragen. Is goed.
Dus dat was de deep link. Dan zie je feitelijk ook hier het BTW-nummer staan. Die heb ik nu in één keer tijdens dezelfde call opgevraagd. Ik kan dat ook niet doen. En dat bijvoorbeeld maar bepaalde mensen dat kunnen doen. Dus daar heb je ook weer een aparte call voor. Dat je het BTW-nummer bepaalt. En die vervolgens ook weer het account daarmee verrijkt. Dus enerzijds kan je dat losdoen. Anderzijds kun je dat ook direct doen als je de gegevens opvraagt. Nou, al die gegevens staan uiteindelijk op het KVK-tabblad. Wat standaard wordt meegeleverd. Sommige bedrijven die onderdrukken dat en halen alleen de belangrijkste gegevens laten staan. En ook hier weer alles op adressen, op de algemene gegevens, op de uitgebreide gegevens, hè, de wettelijke naam, de eventuele handelsnamen die er zijn, contactpersonen. Nou, hè, hier zie je ook weer de omzetgegevens, alle SBI-codes ook weer, BTW-nummer, wanneer die voor het laatst is geüpdate. En hier zie je eigenlijk iets staan waar ik ze dadelijk ook op ga aanhaken. En dat is op de volglijst. En wat ik nu heb gedaan, door deze account toe te voegen aan CRM, heb ik hem ook automatisch op de volglijst geplaatst. Dat is een instelling. Je kunt ook zeggen van dat wil ik niet. Ik wil dat individueel bepalen of met een multi-select. Maar in deze heb ik gezegd, iedere account die ik toevoeg via het handelsregister, wil ik gelijk op de volglijst hebben, zodat ik daar zo dadelijk proactief de updates van ga binnenkrijgen. Nou, ik ben eigenlijk, Jacqueline, op het einde van het verhaal gekomen van de eerste module, namelijk de koppeling met het handelsregister, dus het toevoegen van een account. Ja, maar de bedrijfscheck. Ik heb tot dusver geen vragen. Mochten er vragen zijn, dan kunnen die nog even ingestuurd worden. Anders zeg ik, gaan we door naar de volgende module. Oké, heel goed. Nou, ik gaf in de PowerPoint gaf ik al eventjes aan. De volgende module is eigenlijk een aanvulling op deze module van het handelsregister. Of kan individueel gebruikt worden. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik hem ook steeds meer alleen gebruikt zie worden binnen de business-to-consumer markt. Omdat je feitelijk als je deze module gebruikt, krijg je natuurlijk al de adressen panklaar gepresenteerd. Hè? Dus als je de module van het handelsregister gebruikt. Maar sommige bedrijven willen daar gewoon nog wat aanvullende gegevens van hebben. Bijvoorbeeld de provincie of de land. Of wat ik al zei, het zijn internationale bedrijven. Hè? Want die de KVK werkt alleen maar met Nederlandse bedrijven. Dus als jij hier een buitenlands bedrijf in zou voeren, dan is die address validator natuurlijk wel heel erg zinvol. Nou, hoe werkt die? Richard, nog heel even terug, als dat kan. Ik heb één vraag ontvangen. De indeling die je hier toont, kan natuurlijk afwijken van die van ons. Zorgen jullie voor de juiste aansluiting bij de implementatie? Is een goede vraag. Wat wij feitelijk alleen maar doen, wij leveren eigenlijk alleen maar dit tabblad op, hè, de tabblad KVK-gegevens. En daar staan eigenlijk alle, Jacqueline, hoeveel velden zijn het? 58. 70? Oh, 58. Ik overdrijf een beetje. En het bedrijf of de partner zal zelf moeten zorgen dat hij zegt, nou, voor ons zijn deze drie gegevens en deze vier velden zijn van belang om op het voorblad te hebben. Dus dat is wat een stukje bij implementatie hoort. Ja. Dus de gegevens uit dit tabblad verplaatsen als men dat zinvol vindt naar dit tabblad. Ja, ja? Oké. Okay. Ja. Oké, nou, ik geef het door met de address validator. We zien hier het bezoekadres. Dan kan het dus zijn dat ik dat adres wil valideren. Dus ik ga naar mijn validatie. Mochten er meer adressen op staan, kan ik ook het blok selecteren. Maar er staat nu maar één adres op. Dus ik ga alleen maar het bezoekadres valideren. Die ga ik zoeken.
En ik zie hier feitelijk het resultaat zie ik staan. Nou, dit is nu ook gewoon één resultaat. Ik selecteer hem en ik verrijk op deze manier het adres. En dan zie je eigenlijk gewoon netjes verrijkt met provincie, het land en veel ledenorganisaties. Die kijken ook daarnaar. Nou, daar gaat weer het licht uit, sorry. Die kijken er ook weer naar. Wanneer heb ik nou van mijn leden bijvoorbeeld die datum voor het laatst een keer gevalideerd? Nou, dat is feitelijk de module Address Validator. Zoals gezegd, zowel voor nationaal als internationaal. Ja, dat is meteen ook een vraag. Inderdaad, zitten alle landen in deze module? Ofwel kan je wereldwijd adressen verrijken? Ja, dat kan. Oké. Ja. En ik zal de eerlijkheid gebied maar ook te zeggen. Het staat op zich ook wel allemaal duidelijk in de manuals beschreven. Maar daar komt natuurlijk ook altijd wel een stukje implementatie bij kijken. Je ziet hier feitelijk een landentabel. Je ziet hier al gewoon de landen Nederland, Duitsland, België die ik hierin heb staan. Maar het is natuurlijk wel een beetje afhankelijk hoe een klant of een partner het heeft ingericht. Want ik heb het nou gewoon ingericht middels het standaardveld van CRM. Dus eigenlijk het standaard tekstveld. Maar veel partners gebruiken natuurlijk ook gewoon een picklist. Als er bijvoorbeeld vrij weinig landen zijn. En er zijn natuurlijk ook heel erg veel partners en klanten die gebruiken een tabel. Waarbij ze nog wat meer in kunnen doen. Bijvoorbeeld de ISO-codes. En dat vergt dan natuurlijk wel een stukje inrichting en mapping naar die adresvalidator. Maar nogmaals, dat staat allemaal netjes beschreven in de manual. Dus dat kan een klant of een partner kan dat gewoon helemaal prima zelf uitvoeren. Goed, Jacqueline, dat was weer mijn verhaal over de address validator. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Nee, dit is het. Nou, dan hoop ik dat dit verhaal duidelijk is. Nog eentje, sorry. Werkt de adresvalidator ook in combinatie met Power Apps? Ja, dan even nuanceren misschien die vraag. Dus geen Dynamic CE. Oké, nou, dat's, ik kom daar zelf nog even ook wat verder terug op roadmap, ja, sorry. Op dit moment werkt het natuurlijk in deze Power App. Hè. Natuurlijk, CRM is natuurlijk feitelijk een Power App. Maar hij werkt nog niet los op het Dataverse platform. Hè. Dus als een losse Power App. Maar daar ga ik wel even op terugkomen in de roadmap. Want het antwoord is daar wel al simpel van. Dat gaat wel komen. Die vraag is ook al vaker gesteld, inderdaad. Ja, ik heb verder geen vragen, dus wat mij betreft kunnen we door. Oké. Nou, wat we vervolgens hebben, was de update service. Nou, dat was voorheen was dat een, nou ja, toch een redelijk automatische piloot, waarvan toch bedrijven zeiden van ja, joh, ik wil niet al mijn relaties in de update service hebben. Of ze zeiden van ja, ik wil grip hebben op de updates die komen. Hè, want wij voerden die gewoon allemaal automatisch door. En die kon je wel netjes in de audit summary zien. Welke relaties zijn gewijzigd. Maar daar wilden toch gewoon veel bedrijven vinger aan de pols gaan krijgen. Nou, voor het eerste fenomeen kunnen we gewoon zelf bepalen van goh joh, ik heb een aantal relaties. Die voeg ik toe aan de updatelijst. Of ik verwijder ze van de updatelijst. Hè? Waardoor dat vinkje wordt gezet. Hè? Dus er zijn ook gewoon, is ook weer een stukje inrichting. Dat je feitelijk gewoon zelf kunt hebben welke accounts staan op de volglijst van company info. Hè? Waarbij je eigenlijk dus zelf helemaal kunt gaan managen. Welke accounts je erop gaat zetten. Wij zelf hebben in principe gewoon alle accounts die wij doorvoeren, hebben wij op de update lijst te staan. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt, joh, als ik 10.000 accounts heb,
Wil ik bijvoorbeeld alleen mijn A, B en C klanten wil ik op de updatelijst hebben. Of you name it. Nou, daar heb je feitelijk nu gewoon volledige eigen vrijheid in om dat, om dat op te zetten. Nou, wat gebeurt er vervolgens? Dat is op dit moment nog altijd wel een handmatig fenomeen. Je kunt feitelijk periodiek kun jij ophalen. He, dus dat zou per iedere dag kunnen zijn of iedere week, dat je de updates ophaalt bij company info. Nou, he, dus je drukt op die knop en daar komen feitelijk gewoon een aantal updates aan zoals ik ze hier ook heb staan. Dit zijn fictieve updates die ik even voor deze presentatie heb ingevoerd. Dus ik kom gewoon 's ochtends op mijn werk, ik druk op een knop, ik zie er zijn bij 3 bedrijven, is er wat veranderd. Nou, wat is er nou veranderd en hoe voer ik dat nou door in CRM? Ik kan ze gewoon allemaal selecteren of ik kan er eentje selecteren, maar in deze ga ik ze gewoon alle 3 selecteren. Nu kan ik zeggen van ja, ik geloof het wel allemaal, ik verwerk ze allemaal automatisch. Maar de vraagstelling was toch wel van veel bedrijven, ik wil daar toch wel eventjes handmatig een check op doen. Dat kan. Dus ik zeg nou van ga ze maar verwerken. En wat ik nu zie hier bij die Colliers Business Service, zie ik dat er een aantal wijzigingen zijn geweest. Schijnbaar hebben zij een aantal handelsnamen toegevoegd. Ze zijn verhuisd en er is een SBI-code verdwenen. Ik toon hier alleen maar de verschillen. Ik kan hier ook zeggen, laat me het hele klantfiche zien. Hè, waarbij ik ook weer zie wat er is gewijzigd. Hè, want daar staat het vinkje bij. En ik kan daar zelf nog op manipuleren. Want ik kan ook zeggen van, joh, ik laat toch mooi die handelsnamen wil ik niet doorgevoerd hebben. Dus ik voer ze niet door. Nou, in principe zal dat over het algemeen niet zo zijn. Normaliter zal je gewoon zeggen, ja, duidelijk, ik accepteer deze wijzigingen. En ik ga netjes naar mijn volgende account, die is gewijzigd. Nou, bij deze account is er schijnbaar een contactpersoon toegevoegd bij de Kamer van Koophandel. Hij is ook verhuisd. Ze doen tegenwoordig schijnbaar aan export. Het aantal personeelsleden is gegroeid. Hij is wel interessant misschien. Misschien moet je ze eventjes bellen, deze B-account. Waarschijnlijk hebben ze een overname of zo gedaan. Ze hebben ook een aantal SBI-codes hebben ze verrijkt. Dus nou, ook deze kan ik weer het hele klantenfiche zien. Maar ik blijf even bij de verschillen. En ook hier zeg ik weer accepteren en volgende. Nou, kom ik bij mijn laatste Vitam catering. Ook weer een verhuizing, ook weer is gaan exporteren. En ook dit bedrijf, hè, ondanks de slechte tijden in met de corona, is toch schijnbaar gegroeid. Heel mooi, is toch wel interessant om ook dat bedrijf even een belletje te doen. Hoe dat kan dat zij tegen de stroom in zijn gegroeid als cateringbedrijf. Accepteren en volgende. En ik zie hier eigenlijk mijn resultatenschermpje, wat normaliter eigenlijk altijd gewoon op deze manier moet zijn. Kan zijn dat er een paar foutjes in zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een account die we wel bij company info op de update lijst hebben geplaatst, dat we die verwijderd hebben uit CRM. Nou, dat geeft die dan allemaal netjes aan. En als ik nou ga kijken, dan zijn mijn updates ook gewoon helemaal netjes verwerkt. En is mijn activiteit die ik moest doen, namelijk gewoon mijn relatiebestand bijhouden, heb ik nu uitgevoerd. Ik ga hem omwille performance niet laten zien. Maar uiteraard kan nog ook een klant of een partner de hele audit summary aanzetten op de account. Zodat je ook weer gewoon bij de accounts standaard de functionaliteit van Microsoft kunt zien. Wat is er aangepast bij deze account? Nou, ik ben eigenlijk ook op dit vlak weer
op het eind van het verhaal, de update service. Dus nog even samenvattend, zelf kunnen managen van welke accounts je op de update lijst wil hebben staan. Je kunt dat dus ook gewoon instellen dat ze altijd erop komen te staan. Je zult altijd handmatig de updates periodiek dus moeten ophalen, één keer per dag of één keer per week. En vervolgens kun je ze dus zelf in één keer allemaal automatisch verwerken. Of je kunt ze handmatig langslopen en verwerken. Of je kunt het in een hybride vorm doen, dat je een aantal handmatig doet en een aantal automatisch. Hij is inmiddels gelanceerd. Er zijn inmiddels ook echt een flink aantal klanten al overgestapt op de update service. Dus het is in die zin ook gewoon ten opzichte van de vorige webinar is het gelanceerd en ook daadwerkelijk al geïmplementeerd. Goed, Jacqueline, zijn er vragen? Er zijn een aantal vragen. Eentje, dat is eigenlijk een combinatie van twee vragen. Kan iedereen deze updates ophalen of kunnen gebruikers ook hun eigen records selecteren en updaten? Nee, dat is in principe kun je dus wel autoriseren op wie dit mag doen. Maar het is niet zo dat er een autorisatie zit op bijvoorbeeld accounts, mijn eigen accounts waar jij eigenaar op bent. Of bijvoorbeeld dat je een scheiding hebt over business units. Die is er niet. Het is feitelijk gewoon, je hebt de rechten toe of je hebt het niet. Ja, en ik denk wel dat je misschien wel zou moeten willen dat er misschien één of twee mensen dit misschien bijhouden. Maar... Precies, ja, nou dat kan. De organisatie. Nou, uit overzicht. Maar goed, dat is natuurlijk aan iedereen, denk ik, hoe ze dat zelf willen regelen. Ja. Oké, dankjewel. Ik denk dat die zo beantwoord is. Volgende vraag. Het veldvestigingsnummer is verplicht in de update servers. Er zijn echter ook bedrijven zonder vestigingsnummers. Hoe dienen we daarmee om te gaan? Ik zou zeggen daar 000 in te zetten, bij wijze van spreken. Dan? Ja, hij is mij nieuw. Ik wist niet dat dat zo was. Mij ook niet, maar ik ook niet. Maar ik denk dan in dit geval dat het misschien goed is om... misschien dat we die even kunnen testen, Richard. Ik weet wie de vraag gesteld heeft. Oké, dus laat gewoon eventjes de vraag even uitzoeken. Ja, ik denk dat als je een paar keer 0 in toets, zeg maar, dat je er dan misschien ook wel bent. Maar goed, laten we dat... daar komen we even op terug. Ja. Andere vraag. Kan je zichtbaar maken wanneer je bij een account nieuwe info is toegevoegd? Bij een account, dat is sowieso die audit summary dan, zou ik zeggen. Ja, kijk, feitelijk kun je natuurlijk... even kijken of ik hem hier heb staan. Je kunt sowieso altijd wel hier het veld zien, de laatste wijziging van de handelsregister update. Dus eigenlijk is dit het veld wanneer er een wijziging is geweest vanuit het handelsregister op dit account. Maar je kunt natuurlijk ook, hij staat hier niet in, maar je kunt natuurlijk ook gewoon het veld van wijzigingsdatum van de account kun je natuurlijk op de schermen plaatsen. Oké. Dan hoop ik dat de vraag beantwoord is. Dat waren ze, Richard. Ja? Ja. Helemaal goed. Dan gaan we door op de volgende. En dat is eigenlijk ook wel wat ik eerder heb aangegeven met één klikje. Er zijn toch een hoop bedrijven die hebben ook gewoon echt een PDF nodig voor hun dossiervorming. Dus als zijnde het uittreksel van het Kamer van Koophandel nummer. Nou, hoe kunnen we dat feitelijk gelijk doen? Ik heb dus feitelijk hier de FD Media Groep ingevoerd. En ik kan nou direct het
uittreksel opvragen. En die wordt hier feitelijk bij een notitie geplaatst. En ik heb daar feitelijk gelijk het uittreksel van, van de Kamer van Koophandel van de FD Media Groep. Met ja, normaal met alle gegevens die bij dit uittreksel horen. Even kijken. Als ik terug ga naar mijn account. Bij mijn weten heb ik hem hier staan. Ja. Zie ik ook hier gewoon netjes. Ook dat is wel weer een stukje inrichting. Zie ik hier gewoon weer netjes ook het uittreksel gearchiveerd staan. En die kun je op zich gewoon meerdere keren natuurlijk opvragen. Dan kun je ook via het gerelateerd kun je er naartoe. Ook hier zie ik gewoon al mijn uittreksels van de Kamer van Koophandel. Het kan best zijn dat je bijvoorbeeld jaarlijks opvraagt. En dan zie je daar feitelijk gewoon een riedeltje met uittreksels staan. Zo eenvoudig is het. En zo deze wordt ook heel erg veel gebruikt bij veel grotere bedrijven en met name ook bij financiële instellingen en accountantskantoren. Zijn hier nog vragen over, Jacqueline? Nee, geen vragen. Dus, Nee? Helemaal mooi. Nou, dan ga ik verder met de module Credit Safe. Dus meer voor de kredietinformatie. Want je ziet hier eigenlijk mijn accountgegevens, de adresgegevens, de financieel, de marketinggegevens. Maar ik heb hier nou niks staan over, ja, is dat bedrijf nou kredietwaardig? Dat vind ik toch wel heel interessant om ook te hebben, zeker in deze tijden. Nou, daar dient de module CreditSafe voor. Dus wat ik nu ga doen... is een kredietrapport ophalen van CreditSafe. Dus ook weer hier. Ik haal mijn CreditSafe, zoek ik. De FD Media Groep. Je ziet hier ook alle landen staan hè, waar die CreditSafe voor werkt. Hè. Dus eigenlijk een tiental landen. Kun je ook weer in de parameters aangeven of je het land in of het kredietrapport in de moedertaal, bijvoorbeeld in Duits wil hebben of hè, als je in Duitsland het opvraagt, of in het Nederlands of in het Engels. Daar zijn een aantal parameters voor. Nou, hier hebben we feitelijk de FD Media groep staan. Ik bevestig. Je ziet dat deze call wat langer duurt. Daar zijn we nog mee bezig, ook of we dat ietsje kunnen versnellen. Wat ik hier doe, ik doe hier een tweetal calls. Namelijk, ik haal enorm veel data op van CreditSafe. Daar wandel ik zo dadelijk eventjes doorheen. Maar de nieuwe uitbreiding die erin zit, is dat ik direct het CreditSafe rapport opvraag. Nou, die zie je hier ook verschijnen. En ik wandelde even doorheen. Een kredietrating A. Nou, heel mooi. En feitelijk heb je alles wat nog op kredietinformatie bekend is bij CreditSafe. Zie je hier staan. Ik wandel er gewoon even vluchtig doorheen. Ook weer de adresgegevens, activiteiten, werknemersaantallen. Op zich ook een aardige, de accountants die er betrokken bij zijn. Ik mis hier nog zelf nog het jaar. Even kijken, hier de eventuele commentaren die zijn geplaatst vanuit de Kamer van Koophandel, hè, die dat dan weer bij CreditSafe plaatst. De company historie, hè, netjes op 16 maart. Zijn de jaarverslagen gedeponeerd. Zelfs een stuk winst en verlies van de afgelopen jaren. Ja, dus je ziet hier ook gewoon de winst, het winstverloop gaan. De ratio's,
nogmaals de credit score wat uitgebreid. De huidige directie, voorgaande directies. En ook wel een heel aardige, de hele groepstructuur. Hè, dus de FD Media Groep op zijn beurt maakt weer onderdeel uit van de investeringsmaatschappij HAL Trust. En ook hier kun je dan weer de FD Media Groep zien, hè, waarbij je ziet FD Media Groep. Daar valt weer onder het Financieel Dagblad. Company Info valt daar onder. Business News Holding en Web Services NL nog steeds, alhoewel deze non-actief is geworden. Nou, al deze data, althans, ik moet zeggen, nagenoeg al deze data, is ook echt vastgelegd in CRM. He, dus je ziet hier alle algemene gegevens. Je ziet hier ook de kredietwaardigheid verlopen, van 75 naar 84, altijd goed. Eventuele adresgegevens. Als jullie daar analyses in willen doen, kun je hier helemaal doorzoomen op alle financiële data van dit bedrijf. Hè, van de balans en de profit en loss. Dus even de vraag of je dat allemaal wilt. De relaties, de directie. En hier zie je dus zo eentje die ik eerder al even aangaf. Wanneer is zo'n gewijzigd datum? Overal in ieder CRM-record kun je die gewijzigd datum ophalen. Nou, even terug nu naar de FD Media Groep. Gaat weer het licht uit. Je ziet nu ook weer, en dat is ook weer een stukje inrichting. Maar ik gaf eerder aan van ja, ik zie hier niks over kredietwaardigheid. Nou, dat zie ik nu wel direct op mijn overzicht. Ik zie direct op mijn overzicht een stukje kredietwaardigheid, hun kredietlimiet en ook ja, in nog een omschreven wat de kredietwaardigheid is. Moet ik even mijn speakbriefje erbij pakken. Ik ben daar ook weer doorheen, Jacqueline. Ik denk dat het een uitgebreid verhaal is. Ja. Ja, misschien als laatste even als toevoeging, is eventjes goed om aan te geven. Ik laat hier dus die credit safe zien met het PDF. Je kunt dus als bedrijf kiezen of ik haal alleen maar alle data op, of ik haal alleen maar het PDF op. In mijn optiek zou dat vaak voldoende zijn. Maar je kunt ook zeggen, ja, ik wil het gewoon allebei hebben. Dus dat zijn ook weer parameters in de instellingen. Goed, ja, helder, Richard. Jacqueline, zijn er nog vragen? Nee. Nou, dan hoop ik in ieder geval dat het duidelijk is. Gaan we naar de laatste module. Dat is eigenlijk een stukje marketing, mag je dat wel onder scharen. Dat is de lead generator. Je ziet hem hier direct staan. Die lead generator die werkt zowel bij jouw accounts, hè, in jouw accountmodule. Sommige bedrijven zeggen, ja, weet je, ik werk daar gewoon mee. Ik werk alleen maar met accounts, dus ik wil ook gewoon die leads die ik daar heb, wil ik ook gelijk bij mijn accounts hebben. Maar hij werkt uiteraard ook gewoon bij de leads, dus bij de potentiële klanten. Nou, ik ga het nu eventjes tonen bij de accounts. Ik krijg hier feitelijk de boom van de KVK met feitelijk alle SBI-codes uiteindelijk erin. Nou, ik kan hier gewoon in gaan zoeken. Dus ik ga hier bijvoorbeeld architecten in zoeken. Klap die boom ook gelijk open. En ik kan hier zien van, goh, ik wil architecten, ingenieurs, technisch bureaus. Of ik wil alleen maar hier mijn architecten. Nou, waar wil ik die? Ik wil die bijvoorbeeld in een straal rondom mij heen hebben. Of rondom een bepaalde gebied. Omdat ik gewoon in een bepaalde postcodegebied wil gaan targeten. Nou, nu zeg ik feitelijk alleen maar in Noord-Holland. Nou, ik kan nu ook nog aangeven, joh, ik wil dat alleen van BV's hebben. En ik wil dat van medewerkers, meer dan 50 medewerkers. Nou, dat zijn er vier in Noord-Holland.
Ik kan nou zeggen importeren maar. Klaar met importeren. En hier zie je eventjes het demo effect. Klaar met importeren. Nul resultaten ingelezen. Want er zijn 4 bestaande records waren er al. Omdat ik al inbouw, Rijnboud daarin heb. Nou, dat is dus het befaamde demo effect dat ik die daar al heb geïmporteerd. Dus dan ga ik even kijken naar inbouw. Dan ga ik Inbo even verwijderen. En dan gaan we nogmaals de lead generator doen. En ik ga nog een keertje zeggen architecten. Architecten, regio. Even kijken, Noord-Holland. Maar dan neem ik gewoon ook Brabant er nog eventjes bij. Kenmerken, BV boven de 50. Wat is het resultaat hiervan? Nou, dat zijn er ietsje meer. Nu ga ik die ook weer importeren. En blauw voegt die toe. En wat zwart blijft, die stonden er al in. Dus die ga ik niet meer importeren. Dus als ik nu ga kijken naar de resultaten. Zie je dat ik netjes 4 relaties heb geïmporteerd. En dat zie je op de gemaakte op datum. En de andere 3 die bestonden al en die heb ik niet geïmporteerd. En bestonden al, moet ik wel bij zeggen, dat die daar de check doet op het Kamer van Koophandelnummer. Dus stel dat ik die bedrijven geen Kamer van Koophandelnummer hadden gehad, hadden ze ze toch gewoon geïmporteerd. Want we doen geen dublure check bijvoorbeeld op naam. Echt alleen maar op KVK-nummer. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Nog een beetje gespeeld. Eentje eruit gegooid. Toch nog even een nieuwe selectie. En een aantal accounts ingevoerd. En ik ga vanmiddag onze marketingafdeling vragen. Om deze bedrijven eventjes te bellen. Of zij interesse hebben in een heel erg mooi CRM-pakket. Wat wij allemaal leveren. Jacqueline, zijn er vragen over de lead generator. Ja, er is iemand erg enthousiast volgens mij over deze module en die vraagt ook welke dynamics licentie je nodig hebt om deze module te kunnen gebruiken en hoe zit dat met de andere modules. En het goed is om sowieso even te melden dat het alleen de online versie gaat, hè, hier. Ja. Ja. Ja, in principe heb je om even heel formeel te spreken. Heb je binnen CRM moet je natuurlijk minimaal een professional licentie hebben om accounts te kunnen toevoegen. Dus ja, je zult een professional licentie moeten hebben hiervoor. Dus met een teammember mag dit natuurlijk gewoon formeel mag dit niet, hè, dat je accounts toevoegt. Als we hem zo dadelijk naar het Dataverse platform gaan brengen. Kun je natuurlijk wel gewoon met een Power App licentie, zou je dat natuurlijk wel kunnen gaan doen. Ja. Oké. Volgende. Even kijken. Waarom worden er accounts in plaats van leads aangemaakt? Ja, dat is eigenlijk, dan heb ik dat niet goed uitgelegd. Je kunt er zelf voor kiezen wat je doet. En nogmaals, ik heb het even nu gedaan omdat er best wel veel bedrijven, zeker in ons segment, hè, ik zeg het echt het MKB, ja, die vinden al leads erg moeilijk en lastig. Die zeggen, joh, ik heb toch accounts en ik heb een account met een status lead. Nou, prima, dan manage je feitelijk alles via jouw accounts. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon dat fenomeen via leads doen. Dus je kunt ook. Ja, je kunt zelf bepalen, hè, waar ze laat landen, die leads. Dus je kunt feitelijk ook gewoon zelf, hier werkt hij op eenzelfde manier. Ja. Dus het is zelf even de vraag. Dus als jij inderdaad heel formeel naar de architectuur van Microsoft kijkt, dan zou je heel formeel zeggen, ja, accounts die je inderdaad inleest zoals ik net had gedaan,
zul je normaliter bij jouw potentiële klanten kunnen inlezen. Nou, dat werkt op eenzelfde manier als dat ik net heb laten zien. Alleen dan heb je natuurlijk gewoon geen fijne dublurencheck met de accounts die je al in jouw accountbestand hebt staan. Ja, en je hebt ook de mogelijkheid toch om dat in de instellingen aan te geven van deze module. Kan ook aangeven welk Ja, onderdeel. dat leek, maar dat wordt uitgefaseerd. Want eigenlijk kan een klant zelf bepalen waar die dat doet. Dus het kan in allebei. Dus dat is wel aardig. Ja. Ja, het leek erop dat je dat maar op één manier kon, maar dat kan feitelijk in allebei de modules. En je zult daar, ook hier zul je wel weer gewoon toch wel wat bekwame mensen aan de knoppen moeten hebben. Want ja, ook jij hebt dat wel eens gehad, Jacqueline, dat er een klant heeft gebeld, mijn tegoed is op. Ja, die heeft met een aantal verkeerde selecties, heeft die 10.000 accounts in gelezen. Ja, dan moet je het goed op letten. Ja. Ja. Andere vraag. Ik weet niet zeker of ik hem zelf goed begrijp, maar kun je in de lead module ook voor kiezen om alleen een selectie van accounts aan te maken? Nou kijk, eigenlijk werkt hier dus ook gewoon die hele module op eenzelfde manier. Dus je geeft hier ook gewoon weer precies dezelfde selecties. En die worden daar dan ook gewoon netjes in gelezen als leads. Ja, ik weet niet helemaal of dat zo'n vraag beantwoord is, maar dat horen we graag dan. Kun je bedrijven die je via de lead generator aanmaakt ook via de update service up-to-date houden? Goeie vraag. Nee, niet die in de lead staan. Nee. Dus de ze moeten dan echt in de account staan, hè? Correct. Ja, kijk, het is natuurlijk ook, maar dat is ook weer een beetje implementatietechnisch. Hoe lang laat je een lead bij de potentiële klanten staan? Ja. Is vaak toch maar een paar dagen. Ja. Ja. Ik ga heel even vragen of ik hoop dat de antwoord is. Kun je aangeven welke je niet wilt importeren? Ja, dat kan, hè? Kan aangeven welke organisaties je niet wilt importeren of niet. Ja, maar ik had net die grotere selectie gedaan. En als je dan een selectie hebt gedaan van waarbij de 30 binnen de criteria vallen van architecten, dan in dit geval boven de 25 medewerkers bijvoorbeeld, dan kun je niet zeggen van ik wil die en die niet. Nee, oké. Dan is het feitelijk echt dat je ze alle 30 inleest. Ja, of je moet je selectie aanpassen. Ja, maar want ze voldoen gewoon aan die criteria. Ja, als dat echt een groot probleem is, ja, dan stel dat je zegt, ja, ik wil de 30 inlezen en ik wil er eigenlijk 3 niet van inlezen, want die ken ik al en dat is helemaal niks. Ja, die komen gewoon mee, maar niet staat je in de weg om die dan natuurlijk gewoon vervolgens in CRM nog te verwijderen. Ja. Niet het fraaiste, maar het is een workaround. Ja, en even voor de duidelijkheid wat betreft datakosten, je betaalt per pagina van 20 leads totaal. Daar betaal je een paar cent over. Het is niet de wereld, maar... Mocht je dat niet willen, dan moet je echt aan de voorkant dus zorgen dat je de selectie aanpast voordat je inderdaad de bedrijf importeert. Ja. Ja, dan moet je wel even in corrigeren, Jacqueline. Kijk, de selectie is natuurlijk gewoon, dat is een minimaal. Dus je kunt daarmee spelen wat je wil. Dat zijn minimale kosten. Maar als jij gewoon echt die accounts gaat inlezen, 30 accounts, dan kost dat wel 30 keer... Een opvraging bij het handelsregister. Nee, dat klopt. Dat weet ik. Ja, ja, ja. Precies. Even kijken. Kan een klant ergens zien hoeveel credit hij of zij nog heeft? Dat kon vroeger, maar dat is eruit. En dat is eigenlijk iets wat ja, tegenwoordig meer vanuit... Company info wordt gemanaged. Dus bij mijn weten is dit dan even gewoon raadplegen bij jullie, Jacqueline. Ja, precies. Oké. Je ziet dus niet voordat je importeert welke accounts je al hebt. Dat is een vraag.
Nee. Oké. Dat waren ze voor nu. Gezien de tijd denk ik dat we snel doorgaan naar de roadmap. Yes. Nog 5 minuten. Wil je gelijk door naar de roadmap, Jacqueline? Laten we dit nog even kort toelichten. De pricing is per januari is die ingegaan. Eigenlijk gezamenlijk dus met nieuwe features, update service en met PDF. Spreek misschien voor zich, maar het gaat om de actieve CRM-gebruikers aan de linkerkant die je ziet. En op basis daarvan kies je de module die je wenst. En dat is een jaarprijs. Die facturatie gaat via Richard, via ACI. Klanten die voor 1 september 2020 al reeds, of in ieder geval al gebruik maakten van deze solution, die komen in aanmerking voor de coulanceregeling voor de komende 3 jaar. En die is hieronder ook aangegeven. Eerste jaar 50, tweede jaar 30, derde jaar 10% korting. Er zijn heel veel mensen voorgegaan, veel klanten inmiddels. Dus goed misschien om te weten dat de laatste solution ook ondersteund wordt, hè, Richard, door jullie. Oké, okay, mooi. Nou, een stukje over de roadmap, hè. Wat kunnen jullie ook verwachten van deze oplossingen? Daar wordt gewoon heel erg volop doorontwikkeld. Vorige keer hebben wij ook aangegeven, we zijn bezig met de update service 2.0 en het credit save PDF. Nou, die zijn gewoon klaar, die heb ik laten zien, maar die zijn ook al gewoon beschikbaar voor jullie. Nou, wat staat er op de roadmap voor juli 2021? Dat is een transitie van de configuratiepagina's. Ik ga daar zo dadelijk iets van laten zien, heel kort. We zijn bezig met alle schermen veel meer schaalbaar te maken, zodat het nog meer en beter op tablets en telefoon gaat werken. We zijn bezig met een flink aantal functionele verbeteringen. Die her en der ook worden geroepen. Dus als jullie een keer wat hebben, roep ze gewoon. Want wij gaan vaak mee in verbeteringen. En we hadden wat met wettelijke naamgeving, handelsnamen. Nou, dat hebben we allemaal best wel wat strakker getrokken op basis van wat vragen vanuit het veld. En we hebben een flink aantal minor bugfixes hebben wij meegenomen. Die eigenlijk ook gewoon continu of af en toe gemeld worden. En ook in onze release notes zullen we daar ook wel melding van maken welke dat zijn. De planning die nog moet worden bepaald, maar waar we nu al naar aan het kijken zijn, is dat we sowieso de distributie zo dadelijk via de AppSource gaan doen van Microsoft. En we zijn bezig om te bekijken wat de impact is om het allemaal uit te brengen voor Dataverse. Dus voor eigenlijk gewoon voor het standaard Power Platform. Met de model-driven Power Apps. En met name een complexiteit van wat we nu gewoon hebben, is dat natuurlijk gewoon de standaard entiteit lead die we gebruiken, die we ook vaker vandaag hebben besproken. Zit natuurlijk niet in Dataverse. En dat is eigenlijk iets wat we uit onze solutions moeten gaan manoeuvreren. Om eigenlijk al die oplossingen ook geschikt te maken voor Dataverse. Dus op zich is dat niet zo heel spannend. Maar het is toch wel een heel zorgvuldig werk. We hebben daar eerste testen in gedaan. En ja, dat gaat vandaag gewoon prima werken, ook gewoon op Dataverse. Dus dan kan gewoon een ledenorganisatie, kan gewoon lekker met een Power App op Dataverse gaan zitten en daar netjes accountjes gaan toevoegen met deze module. Nou, dat is de roadmap. Ik had er eventjes aangegeven, linksboven zijn de schermpjes waarin jullie nu altijd manoeuvreren om de instellingen te doen. Dat zijn alle modules linksboven. Rechtsboven zie je dat dan in detail, hè, hoe je dat dan gaat aanklikken. Nou, dit gaat allemaal verdwijnen, want het is natuurlijk allemaal een beetje oude UI. Nou, waar gaat dat naartoe? Dat gaat feitelijk naar de echte configuratiepagina
binnen bij de solution. Hè, dus credit save is ook op deze manier al uitgebracht. Dat die al gewoon echt in de oplossing, in de configuratiepagina zit. Helaas is Microsoft daar nog niet aan beland dat we die configuratiepagina die we hier hebben, ook al echt helemaal dat die is ingebed in het Power App platform, hè, wat jullie inmiddels ook waarschijnlijk wel kennen, waarin eigenlijk ook al alle oplossingen netjes staan. Helaas kunnen we vanuit deze omgeving nog niet de configuratie doen. Dus dat doe je eigenlijk nog altijd in deze oude UI op de configuratie van de solution. Nou, de tweede, en ik laat hem ook maar even gewoon kort zien, schaalbare schermen. Hè, je kunt inmiddels ook de nieuwe pop-up schermen van Microsoft. Nou, die zijn we feitelijk nu aan het verwerken in deze oplossingen. Hè, zodat we feitelijk gewoon netjes schaalbare schermen hebben voor ieder device. Hè. En dan zie je al een stukje hoe dat bijvoorbeeld op de telefoon staat. Het lijkt allemaal logisch en simpel, maar het moet wel allemaal gedaan worden. Nou, dat zijn eventjes in een nutshell een paar dingetjes eruit gelicht over de roadmap. Dus ja, ik ga eigenlijk het woord aan jou geven, Jacqueline, voor vragen en vervolgstappen. Ja, we zijn denk ik aan het einde ongeveer gekomen van het webinar. Het is inmiddels op 10:50, dus ik denk dat we hebben nog één openstaande vraag. Voordat we die beantwoorden, we hebben eerstlijns en tweelijns support. Heb je een vraag omtrent de app, kan je altijd onze serviceafdeling mailen met mijn CC of rechtstreeks naar mij. Wij zullen dat dan oppakken. Wij kijken eerst of dat in dit geval aan de data ligt of dat ik jullie verder kan helpen. Blijkt het een technisch verhaal te zijn waar ACI voor benodigd is, dan gaat die door, wordt die doorgezet naar Richard en Richard neemt ook contact met jullie op. Voor vragen rondom de modules, check altijd eerst even de handleidingen. Vaak staat het antwoord daar al in. Zo niet, mail me gerust, ook met een screenshot en dan kijken we graag verder. Wil je deze app nou graag gaan gebruiken, dan kan je via onze pluginpagina op company.info kun je deze app aanvragen en dan stuur je de bestanden toe. Richard, we hebben nog één vraag over. Dat is of de delegated admins en de application users, of die ook moeten betalen voor de app. Nee. Oké. Okay. Dus die worden vaak CRM gebruikers. Ja. Oké. Nou, dat is mooi. Dan was dat de laatste vraag. Wij danken jullie hartelijk voor het kijken naar dit webinar. Hij wordt ook naar jullie toegestuurd, de opname, zodat jullie die ook weer met collega's kunnen delen. En voor nu wens ik jullie nog een hele fijne dag.